Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe videoreeks van The Bright Side of the Road. Het is 20 december 2023 en wij zijn op weg naar de Noordkaap. Wij gaan winteren, overwinteren in de Noordkaap. In Zweden, Noorwegen, Finland en Denemarken zijn de landen die we gaan bezoeken. We rijden nu nog in Duitsland. En ja, we hebben er zin in. Echt leuk. We hebben alles weer bij ons. De honden zijn erbij, Petra is erbij, de Defender zit nokje vol. En we zijn nu op weg naar Denemarken. En dat duurt nog 6 uur 41, we moeten nog 700 kilometer rijden. Ga je mee? Doe ons een duim, helemaal gaaf. We hebben er echt zin in. Woe! Allemaal. De nacht zit er weer op. We zijn in Denemarken, in de buurt van Sommerbyen. En we gaan zo direct een aardige lap water over. Anders is van, nou, dat laten we jullie even zien. Dus 5 over 7. Dit moet een ruim water koken. Ja, maar niet te ruim, want dan moeten we ook, gooien ook allemaal weer weg. Zo? Ja, doen we zo. Ja. En we eten vanavond tortellinis, vegan. Dus eerst maar eens even koken. Met een kip krokant niet zo, maar met een kip krokant. Die ligt ook hier. Oh. En we hebben sneeuw. Klein beetje maar, hè? Klein beetje, centimeter of 3-4. Hey, de reis ging wel goed, eerlijk gezegd. Even kijken, we zitten op dit moment. Nou, even voor de duidelijkheid, kijk even de kaart. Ik weet niet of je de kaart kunt zien. Zweden, Kopenhagen, Wetten en Wennern, Stockholm. En wij zitten nu zo'n beetje daar. En we alleen kipsnietjes. Ja, nee joh. Hier maar kijken. Okay. De beek, oh, het is hier lekker warm geworden. Die zit in de zuik te nemen. Kijk eens, de tortellinis zijn nog goed. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Wow. Heet zeker. Ja. Ja. Oh, maar lekker. Kijk eens, mensen. Heel veel wind. Ah, die kant op. En we hebben buren. Gezellig.
Wat ik allemaal wel niet doe voor jullie, voor mooie beelden. Ik moet dus nu snel een beetje vooruit rennen. Maar het is spekglad hier, want alles is natuurlijk vastgereden. Maar dat geeft niet, als het maar mooi wordt. We zijn aan het eten en we staan in een sneeuwstorm. En dat is heel bijzonder. Ik denk dat hier zo'n beetje 25, 30 centimeter sneeuw gevallen is. En lekker aan het avondeten. De hond ligt daar lekker op een plank. Hij ligt daar zo'n beetje uit te rekken. En nou ja, goed. Morgen kijken we dan. En morgen kijken we inderdaad verder. En dan laten we jullie ook nog even wat sneeuwbeelden zien. Misschien dat ik zo direct nog wel even met de camera naar buiten loop. Oh jongens, het is echt vies. Maar eens kijken. Hey mensen, het is super gaaf hier in Jävle. Maar valt hier een partij sneeuw. Daar word je vies van. Ik ben even met de avondwandeling bezig voor de hond. En zodra die klaar is, gaan we lekker plat. Poh. Morgen verder. Dan zien jullie dan wel weer. Goedemorgen mensen. We staan op dezelfde plek als gisteravond. Het is denk ik een graadje of -3, -4. En we zijn al bijna een uur bezig om de auto uit te pakken, de deuren open te kunnen krijgen, de sloten omhoog en nou, noem maar op. Ja, het is echt beroerd weer geweest. Je ziet de auto zit. Nou ja, hier de spiegels bijvoorbeeld, die zitten nog onder het ijs. Alles nog onder. Dus, maar goed, die hebben we dan gekocht. Het klepje voor de brandstof. Ik word ingehaald door een paar Zweden. Ja, die rijden in een ander tempo als wij. Maar goed, easy does it, wins the race. Zegt een wijs man. Wij zijn vanuit Jävle vertrokken vanochtend. Jullie hebben de parkeerplaats gezien. En onderweg naar boven. Maar het is hier één grote sneeuwchaos. Het is best spannend rijden. Dat kan ik eerlijk zeggen. De voorruit die is een beetje vochtig. Er is wat ijsvorming. Dus ja, dat is allemaal wat moeilijker. Maar goed, we gaan nu nog verder door naar boven, richting Umeå. Daar zitten we op dit moment in Noord-Maling. Zijn we aan het koken en we eten pyttipanna. En hier komt zo direct nog wat vegans op. Petra zit daar, de hond weer. En het was vandaag een heel bijzondere dag voor mij. Ja. Toch? Zeer afwisselend. Zeer afwisselend. Wat gestoei met ruitenwissers, maar uiteindelijk goed. Heel veel sneeuw gezien, heel veel sneeuw gehad. Dit is het uitzicht nu buiten.
En we staan op een camperplaats. En ja, tot nu toe gaat het allemaal goed. De standkachel die zoomt lekker. Oh jongens, we staan hier. En dit is een camperplek. Nou, er zitten wat bedrijfjes omheen. Volgens mij is dat de brandweer. Oh, maar je hoort de wind al heen, denk ik. Ho, ho, ho. De standkachel die zoomt lekker. En dit is hem wel voor vandaag. Dan zien we elkaar morgen weer. Nou, -6. Maar alles top. We gaan richting het noorden weer. We gaan nu eerst richting Umeå, denk ik maar. We komen te rastplaats Katilavsky-Koski. Daar zitten we mensen. Hier ligt behoorlijk wat sneeuw, maar dat kun je wel zien. En oh, dit is de plek voor vanavond. Informatiepunt. Kijk, en hier staan we. Het is een beetje donker, maar het idee is duidelijk. Ongeveer 700 kilometer tot aan de Noordkaap. Het is eerste kerstdag. We zijn nog niet op de Noordkaap. Maar met een beetje mazzel komen we daar morgen later aan. Maar dit is de magie van de ochtend. Het is inmiddels 8:45 's ochtends. En de zon zou hier rond 11 uur opkomen. Het is 8:55 's ochtends en het begint al wat lichter te worden. We zijn vertrek klaar en zo zien we eruit. Nou, de laatste etappe naar de Noordkaap. Ik denk 2,5 uurtjes rijden en dan zijn we er. Zien jullie zo.
mensen, ik hoop dat ik een beetje te horen ben. Defender, de wc's. Daar zijn we net uit de Noordkaaptunnel gekomen. En het waait hier behoorlijk. Maar, kijk eens. Oh nee. En zo licht is het. Het is nu 11:15 ochtends. Rechts afslaan. Nee. We zijn er, beste mensen. We zijn op de Noordkaap. Kijk eens. Oh, hier waren het iets minder. Daar staat de auto met de kont naar de wind. En daar hebben we de kogel. De kogel. En dit is wel helemaal gaaf. Maandje erboven. Ja, de dag is een beetje weer voorbij. Oh. Oh, uit de wind gaat het wel. Uit de wind is het heerlijk. Het is de goede kant. Ja, sommige mensen lopen er echt bij alsof ze op de Noordpool zijn. Nee, Noordkaap. Oh ja, Noordkaap. Hé, hey, maar hoe voelt dit? Ja, het is gaaf. Pittige rit, maar wel gaaf. Dat dacht ik, hè. Ik heb maar een heel klein beetje kou aan. Gaaf. Donkere lucht alleen. Wat bijzonder dit, hè? We zijn er gewoon. Wij nemen deze, Lucas, die is gestrooid. Nou, Peet. Kom er maar bij. Ik weet niet of we erop Lucas, staan. Lucas, kom eens. Lucas, kom. Ja. Kun je de camera even vasthouden? Komt ie, hè? Ja. Oeh. Even kijken of we nog wat film kunnen vastleggen. Is het te donker, joh? Ja. Wow. Daar beneden is de zee. De zon die onder is. Tijd om even naar binnen te gaan, mensen. Oh, lekker warm hier. We gaan meteen even een souvenir jagen, een paar kaartjes kopen. Souvenirs zonder einde, mensen. Goedemorgen, mensen. Een nachtje op de Noordkaap erop zitten. Ik ben wat donker waarschijnlijk, maar kijk eens. De maan. We lopen nog even naar de kogel.
Wij zitten op camping Alta in Alta. Alta. En we gaan vandaag eens een keer luxe binnenkoken. Van is van Jeroen, deel 3. Downtown Alta met achter mij, dus ik draai even om, de Noorderlichtkerk, zoals die genoemd wordt hier in Alta en omgeving. Nou, mensen, hey. C6, dan rijden we op en dan, het is al redelijk weer donker. Nou ja, het is 1:15, 's middags. En kijk eens, ja, het is misschien moeilijk te zien, maar allemaal ijs. Dit is zo'n beetje waar we vannacht gestaan hebben.